hallo iedereen en opnieuw van harte welkom. Vooraleer ik van start zou gaan met de meditatie, zijn er twee zaken waar ik eventjes zou willen bij stilstaan. Twee heel belangrijke dingen. Enerzijds onze fysieke gezondheid. Ons lichaam. Hoe dragen we er zorg voor in deze periode en ook andere periodes? Dat is door gezond te eten en te drinken. Regelmatig te bewegen en te zorgen voor voldoende rust. Dat is al heel belangrijk. En dan, minstens even belangrijk, is onze mentale gemoedstoestand. Om daar wat beter zicht op te krijgen, hoe we daar moeten zorgen of waarom we daar zorg voor moeten dragen, als we ons bewust zijn of ons denken, of onze mentale toestand eventjes vergelijken met een helder glas water. Dat is van nature uit, is ons bewustzijn helder en klaar. Maar wat gebeurt er nu? Wel, er zijn externe factoren die dat glas water gaan beïnvloeden. En hoe doen ze dat? Wel, je kunt het een beetje vergelijken met inktvlekken die in ons glas water gedropt worden. Elke ervaring met mensen, of wanneer dat er gebeurtenissen zijn die een impact hebben op ons, dan is dat een druppel in ons glas water. Hoe intenser de impact, hoe meer inkt, of hoe intenser de inkt is. En wat gebeurt er nu na een tijd? Wel, ons water wordt troebel. En wanneer we niet tot rust komen, dan blijft dat troebel. Wanneer we het zelfs in beweging doen, wanneer we onrustig zijn, dan gaan we geen klare kijk meer hebben op de dingen. En dan gaan we op zeer rare manieren beginnen te reageren. We gaan stress krijgen, we gaan angsten ontwikkelen, we gaan emotioneel ook reageren. Een heleboel zaken waar we, indien we ons bewustzijn tot rust laten komen, waar we veel rationeler zouden op reageren. Dus meditatie is zeer aan te raden. Moet het meditatie zijn? Ja, voor mij werkt het wel. Dat is vrij duidelijk. En er zijn ook andere manieren om je te ontspannen. Je kan eens gaan lopen, je kan muziek opzetten, je kan je een keer een warm bad of een lauw bad nemen. Het zijn allemaal zaken die je kunnen ontspannen. Dus alles is in principe goed als het voor jou werkt. En als meditatie werkt, wel, mag je dat zeker doen. Goed, dus laat ons eens mediteren. Je zorgt voor een gemakkelijke zitpositie. Je mag die altijd aanpassen gedurende de sessie. Je zorgt voor een rechte rug. Je mag gerust op een stoel zitten of in een zetel. Geen enkel probleem. Niks moet. Maar er zijn een paar dingen die aan te raden zijn. Dit is even tijd voor jezelf. Geniet er gewoon van. Als je er klaar voor bent, dan mag je je ogen heel langzaam, mag je die sluiten. En je sluit die alsof je in slaap zou vallen. Je knijpt je ogen niet dicht. Forceer ze niks, gewoon heel zachtjes, laat je ze toevallen. Je voelt de spieren rondom je ogen, die zijn heel gevoelig en laat ze maar ontspannen. Focus je even op de rest van je aangezichtsspieren, je voorhoofd, je wenkbrauwen, je kaken, je mond, je kin. Voel hoe elke spanning van de spieren van je aangezicht verdwijnt. Adem maar eens diep in en uit. Adem
in langs je neus en uit langs je mond. Voel de spieren op het topje van je hoofd. En daal maar naar beneden langs je achterhoofd. Ontspan je schouders. Je armen. Je handen en je vingers en de topjes van je vingers. Voel hoe deze heel lichtjes tintelen. Je rug, je bekken en je heupen en de benen ontspannen zich. Ook je hielen en je voeten, je tenen en de topjes van je tenen. Voel hoe heel jouw lichaam ontspant. We hebben het lichaam nu even niet meer nodig. Misschien voel je je lichaam zelfs wat lichter worden of heel zacht en relaxed. Adem nog eens diep in en uit. En voel al hoe die adem binnenkomt en wat verfrissende energie met zich meebrengt. En voel hoe gedachten, gevoelens en negativiteit je lichaam verlaat. Alsof je adem, je lichaam verfrist en schoonmaakt. Stel je voor dat je helemaal alleen bent. Voel je niet eenzaam, maar je neemt deze tijd even voor jezelf, zonder dat iemand je stoort. Geen zorgen, geen gedachten. Voel hoe je bewustzijn al wat tot rust komt. En stel je de ruimte eventjes voor als een lege plaats zonder spullen, zonder muren of plafond. En voel hoe jij deze ruimte inneemt. Jij zit in het centrum van deze open ruimte. Misschien is deze ruimte wel een veld, een open veld of een strand of een topje van een berg. Bevrijd jezelf even en geniet. Adem nog eens diep in en uit. Heel
langzaam, heel diep en heel zacht. En voel als het ware de adem naar beneden gaan en hoe die adem zich keert in de lege middenruimte in het midden van jouw lichaam. Het centrum van jouw lichaam. Positiviteit naar binnen komt, nieuwe energie, en oude energie jouw lichaam verlaat. Probeer je adem eventjes los te laten en je daar minder op te focussen. En blijf eens stilstaan in het centrum van je lichaam. Je focus blijft hier. En voel dan die lege middenruimte. Dat is ook goed. Niks moet. Probeer je dan eens een helder rond voorwerp voor te stellen, zoals een volle maan of een zon. Een zeepbel of een kristallenbol. Een heldere sfeer. Probeer je die sfeer eens voor te stellen in het midden van jouw lichaam. Wanneer je dat moeilijk vindt, kan je eerst het object proberen te visualiseren vlak voor jou en laat het dan heel langzaam binnenkomen in je hoofd en heel langzaam naar beneden dalen. Je kan hiervoor ook je adem gebruiken. Voel hoe de lege middenruimte zich opvult met deze heldere sfeer. Misschien voel je wel hoe het licht van deze sfeer zich verspreidt over de rest van jouw lichaam en ook daarbuiten. Je hoeft deze sfeer niet fysiek te zien met je ogen, enkel te voelen. In het midden van je buik. Als derde techniek gaan we even
mantra reciteren. Je hoeft dit niet luidop te doen. Je voelt als het ware de vibraties van de klanken in het midden van jouw lichaam. Alsof je een steentje zou werpen in een plas water, van een vijver, van een meer. En hoe de concentrische cirkels zich verspreiden over jouw lichaam. De mantra die ik gebruik is Samma Arahan. En betekent de juiste manier om het bewustzijn te zuiveren. Samma Arahan. Samma. Samma Arahan. Voel hoe het midden van je buik zich opvult met positiviteit, met klaarte. Het licht. Laat ons regelmatig mediteren zoals we vandaag doen en laat ons centrum aanvoelen als iets zeer natuurlijk. Laat ons regelmatig mediteren, zodat ons bewustzijn heel zuiver kan zijn en dat we klare kijk krijgen op alles en iedereen. We kunnen ook van deze gelegenheid gebruik maken om onszelf iets toe te wensen. En ook de mensen om ons heen ook iets te wensen. Mensen wie je geeft, maar ook mensen uit je omgeving die je nauwelijks kent. Mensen uit je dorp of je stad. Mensen van België of van Europa of van heel de wereld. Verspreid je positiviteit met anderen. En voor anderen. Geniet nog even van deze tijd voor jezelf. En
dan mag je heel rustig, heel kalm mag je je bewust worden van je omgeving. En ook van je lichaam. Van je ledematen en de rest van je lichaam. En dan mag je heel rustig aan de ogen opnieuw openen. Zo, dat was het. En volgende week zou ik heel graag proberen om een iets wat langere sessie te houden. Ik hoop jullie dan allemaal terug te zien. En dan wens ik jullie allemaal nog een mooie tijd. Graag zorg voor jezelf en geniet van elkaar.